en we gaan naar de recursieve assemblage. En de meeste zalen die ik tot nu toe heb gehad, die zie ik mensen kijken en denken, wat zeg je? Recursieve assemblage. Nou, wat is dat? Ik ga dat even kort toelichten aan de hand van een voorbeeld. Dit is de nieuwe iPhone 6, fantastisch apparaat. En nou, dit is eigenlijk alleen al het aantal onderdelen waar het scherm uit bestaat. Nou, je hebt hier een aantal neergezet, glas, polarisator, super. Maar hij heeft nog veel meer onderdelen en een van de belangrijkere onderdelen is het Touch ID mechanisme. Nou, hier zie je drie onderdeeltjes daarvan. Maar goed, ook bij assemblage en bij assemblerende bedrijven is natuurlijk de vraag, kan ik die iPhone 6 uitleveren? En nou, hier zien we een aantal onderdelen. En vandaag de dag, als je zo'n, nou, zo'n soort apparaat zelf assembleert, dan zul je per niveau, hè, dus eerst het hoogste niveau en dan de tweede en het derde niveau, zul je assemblagevoorbereidingen zelf moeten genereren. En het is nog best een klus om zeg maar, alle gegevens, projectnummer, verkooplocatie, al die dingen, mee te nemen naar alle niveaus. Want ja, als we die vraag gaan beantwoorden, kan ik die iPhone 6 leveren? Dan gaan we eerst kijken naar het scherm. Maar voor het scherm, dan weten we eigenlijk nog niks, want we moeten eerst naar alle onderdelen kijken. Nou, als al die onderdelen er zijn, ze zijn op voorraad, dan kunnen we het scherm leveren. En zo eigenlijk die hele boom door. Totdat je uiteindelijk weet, hé, alle onderdeeltjes van dat ene uiteindelijke doel, hè, dat wat we gaan assembleren, dat doelapparaat of product, die zijn er. Nou, dan kunnen we ook die iPhone genereren. En dat is, en kunnen we die gaan uitleveren, dat is wat we in Profit 2016 gaan realiseren. Dat we niet meer handmatig die assemblagevoorbereiding hoeven genereren, maar in één keer kunnen zeggen, genereer maar alle voorstellen die gedaan moeten worden om uiteindelijk de iPhone 6 uit te leveren. En het idee is natuurlijk dat we dan inderdaad van het hoogste niveau ook projectnummer, verkooplocatie, verkooporderenummer, al die velden ook meenemen naar alle niveaus, zodat je ook weet van deze aanraaksensor wordt voor die iPhone 6 is die benodigd en daarvoor gaan we bestellen ook. En dat is voor die klant. Veel meer inzicht in dat assemblageproces. Nou, misschien best een verhaal, misschien best wel complex. Uiteindelijk is het één instelling in je assemblagevoorstel waarbij je zegt, de methode assemblagevoorstel is recursief, punt. Met andere woorden, genereer maar alle voorstellen die ik nodig heb om dit artikel uit te leveren, deze samenstelling. Wie zit hierop te wachten? Nou, partijen als Demcon, vandaag ook aanwezig, ik zie al een aantal handen, super. Partijen die veelal zelf complexe apparatuur samenstellen, ook onderdelen moeten inkopen. Dit gaat heel veel tijd schelen, heel veel administratie schelen bij de partijen die serieus gebruik maken van assemblage.